Hans van Balen, VVD, dit wordt het seizoen van... De non-Brexit. Er wordt gesproken over Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Britten zijn niet in staat met goede voorstellen te komen. De Europese Unie heeft dan ook geen antwoord. Dus ik denk dat die Brexit uiteindelijk verzandt. Het gaat niet gebeuren, zegt u. En dat zal ook dit half jaar, de komende 6 maanden, wel blijken. Een nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kati Piri, wordt dit nou misschien het Europese jaar waarin we het migratieprobleem voorgoed oplossen? Dat zou heel ambitieus zijn. Ik vrees niet dat dat het geval zal zijn. Je ziet dat het migratieverhaal eigenlijk de afgelopen 2 jaar natuurlijk ook de Europese Unie intern ontzettend heeft verdeeld. In een tijd dat de komende 2 jaar de Europese Unie zich volledig zal richten op die Brexit-onderhandelingen, denk ik dat toch de tendens zal zijn, hoe houden we die 27 andere Europese landen zoveel mogelijk bij elkaar, in plaats van dat we nou thema's gaan agenderen die ons juist enorm splijten. Die andere kwestie die opgelost moet worden, de Polen en de Hongaren de last pakken. Ik denk dat de Poolse regering ook donders goed beseft dat uiteindelijk hun eigen bevolking niet zal toestaan dat zij een radicaal andere koers gaan varen. U heeft zelf Hongaarse roots, die andere lastpak, Orbán, ja. De Hongaar. Met ons Europees belastinggeld, met ons Nederlands belastinggeld, rechtstreeks het financieren van een corrupt regime in Hongarije. Ik denk dat daar veel meer aandacht voor zou mogen komen en verontwaardiging. Dit hoog op de agenda in dit nieuwe seizoen. Ja, en laten we kijken binnen de ruimte die we nu hebben in de komende 2 jaar, hoe we meer voor mensen voor elkaar kunnen krijgen.